onderinspecteur Creton van de afdeling rijbewijzen. In deze aflevering zal ik het hebben over de geslaagden. Bent u voornemens om deel te nemen aan het rijexamen en bent u nog niet in het bezit van een EID-kaart, adviseren wij u om eerst over de EID-kaart te beschikken. Zulks om onnodig een lange wachttijd te voorkomen nadat u het praktisch rijexamen met succes hebt afgerond. Bent u reeds geslaagd en nog niet in het bezit van een EID-kaart, vragen wij u om eerst over uw EID-kaart te beschikken, alvorens u de afdeling aandoet. Waarom is het verplicht om in het bezit te zijn van een EID-kaart? Omdat de foto, de handtekening, vingerafdruk en personalia worden overgenomen en geplaatst op uw e-rijbewijs. U krijgt nadat u geslaagd bent een uitslagrapport van de rijexaminator. Let wel, dit rapport is geen rijbewijs. Ik herhaal, dit rapport is geen rijbewijs. Met andere woorden, het is niet toegestaan een voertuig te besturen met dit uitslagrapport. Hiervoor heeft u een geldige Surinaamse rijbewijs nodig. Hoe weet ik als mijn e-rijbewijs af is? Op de site van de politie, met name www.korpspolitiesuriname.sr, worden er lijsten gepubliceerd met de namen van de geslaagden wiens e-rijbewijs al af is en die dus afgehaald kunnen worden. Meest gestelde vraag: hoe kan ik controleren als mijn naam voorkomt op de website? Nadat u reeds toegang hebt op www.korpspolitiesuriname.sr, scrolt u naar Info Rijbewijzen en klikt daarop. Vervolgens scrolt u helemaal naar beneden waar u de namenlijsten aantreft van lijst 1 tot de laatst geplaatste. Komt uw naam op een van de lijsten voor, betekent het dat u de afdeling mag aandoen voor het afhalen van uw rijbewijs. Komt uw naam niet voor, hoeft u de afdeling niet aan te doen. Het beste is om af te wachten totdat uw naam is geplaatst. Let wel, het afhalen van het e-rijbewijs geschiet tussen 07.30 uur en 12.00 uur met medeneming van de e-ID-kaart. De administratieve kosten zijn vastgesteld op 250 SRD. Bent u voor een andere categorie geslaagd, gelieve ook het eerder afgegeven rijbewijs, het oude dus, mee te nemen. Wij vragen u om de COVID-maatregelen in acht te nemen. Wij bedanken u voor uw aandacht en zeggen graag tot de volgende aflevering.